je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer tijd om naar de Action te gaan. Ik ben heel erg benieuwd of er nog meer andere kerstdingetjes zijn in de winkel. Zoals je kan zien heb ik mijn kamer al kerst gedecoreerd. Dus ik vind het altijd leuk om nog even te kijken voor meer. Ik ben ook wel heel erg benieuwd of jij je kamer al hebt gedecoreerd voor kerst. Laat het zeker weten in de comments. Dus ben jij benieuwd wat er in het assortiment van Action op dit moment in november te vinden is? Wat er te koop is? Blijf dan zeker in deze video kijken, want ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zag namelijk dat 68% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus ik zou het echt ontzettend leuk vinden als je dat gaat doen. Voor we naar de Action gaan, wil ik nog iets met jullie delen. Ik heb namelijk van Desenio prachtige posters en lijsten binnengekregen. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Dus Desenio, heel erg bedankt voor het opsturen daarvan en voor deze samenwerking. Check deze korting, want dit is niet normaal. Ik denk dat ik nog nooit zulke hoge kortingen heb gehad met de samenwerkingen die ik aan jullie kan geven. Dus check it out. Nou, ik heb echt een vet leuk pakket binnen, althans, dat hoop ik. Namelijk deze mega doos van Desenio. Ik heb namelijk heel wat lijsten en posters uitgezocht voor in het huis van mijn zus. Dus dan gaan we lekker stylen. Ik heb namelijk al mijn hele kamer vol met Desenio lijsten en posters. Ik heb bij mijn vader een studio waar ik een hele Desenio wal eigenlijk heb. Een hele muur vol met hun lijsten en posters. En ik ben echt heel erg fan van Desenio. Met mijn kortingscode FLOORDELVER krijg je namelijk 50. Jawel, jawel. 50% korting. Oké, even een kleine onderbreking. Want ik heb nog beter nieuws. Ik heb een nog hogere kortingscode voor jullie dan dat ik hiervoor had. Met de code FLOORDELVER krijg je namelijk 55% korting op je posters bij Desenio. Wees er snel bij. 55% korting en 10% op lijsten. Dus ontzettend veel. Ik zet de link in de beschrijving. De kortingscode ook. FLOORDELVER. En shop ze. En de code is geldig tot en met 27 november. Dus sla je slag. Ik zal even alles in de beschrijving linken. De kortingscode en alle posters en lijsten die ik heb uitgezocht samen met mijn zus. Die ga ik nu laten zien. Want echt, ze zijn echt prachtig. Mocht je Desenio dus nog niet kennen. Desenio is eigenlijk een website, een webshop waarop je allerlei verschillende posters en lijsten kan bestellen. En echt, nou ja, wij waren denk ik de hele dag, een hele middag denk ik, bezig met het uitzoeken van lijsten. Ze hebben en posters. Ze hebben zo gigantisch veel. Dus voor ieder smaak is er wel iets. En je kunt je huis op die manier ook gewoon heel leuk en gezellig maken door wat posters en zo en lijsten op te hangen. Dus dankjewel Desenio en wij gaan het lekker ophangen en stylen. Samenwerking met Desenio. Check even de beschrijving en dan gaan we nu lekker naar de Action toe, want het is tijd. Oké, ik ben bij de kaarsen. En nog steeds vind ik deze zo lekker ruiken. Snowflake. Die is echt heel lekker. Je hebt dus ook mistletoe, pinewood. Oh. Je kunt toch niet uit kiezen. Die lontkaarsen. En natuurlijk Airwick. Waarvan deze echt heel lekker is. Appelkaneel. Wat is dit? Lavendel. Heb je ook hele leuke placemats. En die kun je ook aan de muur hangen. Dat is ook echt een tip.
Heel erg leuk. Merry Christmas! Hier nog wat grotere meubels. Hele goede tafels ook. Kapstokken. En ik heb dus deze van die marmeren knoppen. En dan kun je bijvoorbeeld kastjes kun je dan een beetje customizen en opnieuw mooi maken. En die zijn ook heel mooi. Je hebt hier sowieso heel veel knoppen. Deurknoppen. Etagères. Nog wat herfst. Ik vind dit ook echt zo fout. Maar dat maakt het ook zo leuk. Hier kun je ook hele leuke cadeautjes in doen of zo. Kijk hoe schattig. Deze. Ik zou het zelf bijvoorbeeld niet echt snel in mijn keuken of zo neerzetten. Of waar je het ook neerzet. Maar ik vind het wel grappig als cadeautje of zo. Ik vind deze ook heel mooi. Beetje bruine kerstboompjes. En nog de kerstdorpen. Natuurlijk. Hier ook weer alle kerstballen. Ik moet zeggen dat het niet heel erg anders is dan de vorige keer. Ik zie niet heel veel nieuwe dingen of zo. Deze zie ik wel nieuw. Maar het is wel leuk. Oh, deze is trouwens heel mooi. Die vind ik leuk. Welke kleur kerstboom doe jij? Ga je voor rood? Of groen? Of juist blauw? Of goud? Laat het weten in de comments. Ik ben heel benieuwd wat het kleurenpalet bij jou is. We hebben ook weer hele leuke cadeautasjes. In allemaal verschillende printjes. Ook voor wat smallere cadeaus. En deze. Ik had gehoopt dat ze deze in een grotere hadden. Want dat heb ik nodig. Echt zo'n grote doos. Maar dit zijn de kleintjes. En de grote zijn op. Dus dat is jammer. Maar echt mega veel leuke tasjes. Ik vind die groene ook heel erg leuk. De kerstbomen, die heb ik hier. Echt heel leuk. Heel veel verpakking dingen natuurlijk. Oh, ik kan hier echt altijd helemaal losgaan. Dit blijf ik ook leuk vinden, hè. Om je kaars aan te steken hiermee. De welbekende. Deze is zo lekker. Frosted berry. En de schalen. Ja, die ken ik nu wel. Servetten. Deze is wel cute. En nog wat zeepjes. Is ook schattig. Kerstsokken. Er zijn ook echt veel knutseldingen. En dat vind ik echt heel erg gaaf. Hier kun je dus zo'n eigen stomp in elkaar zetten. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. Je diamond painting. Ziet er wel erg gaaf uit. Maak je eigen kerstcanvas. Oeh. Deze is heel mooi. Oh, deze is leuk. En heel veel snoepgoed. Oeh, lekker. Hoe lekker ziet deze eruit. Heel zacht. Om in te chillen. Ik heb denk ik nog nooit zulke grote gift tag sets gezien. Deze zijn echt heel groot. Wel echt heel handig voor cadeautjes. Piñata. Je hebt hier ook nog plastic servies. Oh, deze zijn ook echt heel erg lekker. Dit is altijd leuk als je niet weet wat je moet geven aan iemand. Gewoon een mok met iets lekkers erin. Dat was alweer deze video en de Action Shop With Me. Ik ben heel erg benieuwd wat jij dit keer zou meenemen van de Action. Laat het zeker weten in de comments. En ik ben dus benieuwd wanneer jij begint met kerst decoreren. Ik ben altijd wel vroeg. Nu moet ik zeggen dat ik dit jaar erg laat ben. Vorig jaar had ik op 1 november mijn kerstboom al staan. En nu is het, wanneer heb ik hem opgezet? 12 november of zo. Dus wel iets later. Laat het weten in de comments. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En de linkjes van Decenio en de kortingscode in de beschrijving te checken. En dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!